Kijk even al deze loot die ik hier heb liggen, mensen. Kijk al deze loot die ik hier heb liggen. Holy freaking shit. Dit is echt niet normaal. En ik probeer het hier gewoon te verdedigen ook nog. Don't even ask me why. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Assassination. We gaan vandaag weer lekker verder met Assassination. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk was even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw abonneer? Welkom. En mensen, we gaan vandaag dus gewoon lekker verder met Assassination. Want ja, waarom niet? Ik bedoel, als ik toch zo'n mooi gearsetje heb en we kunnen nog gewoon even lekker doorgaan. Kunnen we natuurlijk maar beter gewoon gaan voor zo'n, ja, goed mogelijke score. Ook al zijn we al in een nieuwe week en natuurlijk ook een heel erg goed gearsetje. Want ja, waarom freaking niet? We hebben iemand met... Chain Gear, die rent net op tijd de shoppie in. We gaan dus even kijken wat we vandaag nog van kunnen maken. Sowieso de komende week. Oh, Diamond Gear, bye. Oh, oh, die komt achter me aan. Oké, die komt achter me aan. Oh, shit. Oh, 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 nee. Oh, nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, oh, 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 oh. Oeh, oké dan. Oeh. Ik moet zeggen, ik werd hier een klein beetje genaaid door... Oh, het is ook nog een team ook vandaar. Aha, ik wou zeggen, ik word hier een klein beetje genaaid door de persoon, maar... That makes sense, want ze horen dus blijkbaar bij elkaar. En daarom werd ik dus een beetje genaaid. Aha, oké. Okay. Goed, leuk voor ze. Totaal niet, maar goed, maakt niet uit. Wij gaan even richting de potion shop natuurlijk. Om daar nog wat speed bottles in te slaan. Want ik heb er nog maar eentje. En ik vind het wel erg belangrijk natuurlijk om speed te hebben. We hebben natuurlijk de afgelopen dagen ook wel gemerkt dat gewoon speed gewoon echt een game changer is. Zou er ook iemand zien, dus we gaan even deze innemen alvast. Hoppatee. Oh, wil je vechten met mij? Ik wil best met jou vechten hoor. Dat vind ik helemaal niet erg. Oeh. Iemand schoot ook nog een keer een pijl op mij, dat deed hij nice. Dit is mijn kill. Dit is... Oh joh. Oh joh. Oh joh. Hier is nog eentje. What the fuck? What the fuck? Hij geeft gewoon spullen aan mij. Ik kan niet weten waarom, maar... Oké, die is ook dood. Hoppatee. Oké, ik heb in ieder geval twee mensen hier snel eventjes vermoord. Ik weet niet wat hier gaande was of iets, maar... Ze zijn in ieder geval dood. Dat is het belangrijkste, of course. Maar het is vandaag raar. Oh, hebben we deze ook... Oh, die sprong lekker mis. Lekker voor je. Oké. Het plan vooralsnog, voor nu is gewoon alsnog naar de potion shop te gaan om natuurlijk speed bottles in te slaan. Want voor wat ik nu heb gezien is, het is vandaag een rare dag. Ik bedoel, er zijn veel mensen online. Veel mensen zijn aan het vechten met elkaar. Er zijn ook een soort van teams en wat ook allemaal aanwezig. Dus ik heb iets van, ik moet wel hier en daar een beetje oppassen. En er zijn natuurlijk ook gewoon mensen met diamond en met speed en weet ik wat allemaal. Dus ja, daar moet ook een beetje voor oppassen. We zien hier wederom iemand. Ja, ik bedoel, waar ga jij heen? Jij gaat rent weg of wat? Oké, ja, dan ga ik gewoon eerst nu naar de shop toe. Ik zou hem natuurlijk graag willen killen, maar ik heb geen speedbottles meer in de... Oh, in de back. Kijk aan, er komt weer een clubje mensen aan. Ik weet wederom niet wat ze aan het doen zijn, maar vooralsnog is deze aflevering vol met chaos. We hebben inmiddels wel 400 coins, dat is wel lekker. Dat betekent we kunnen bijna Diamond Gear kopen. Wel, of course, we missen nu alweer wat coins, want we hebben eight soort speedbottles gekocht, maar die speedbottles zijn echt game changers. Dat is echt niet normaal. We nemen lekker even speed in en we gaan hier naartoe. We gaan eens even kijken of we hier kunnen killen. Hoi. Wow, 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 wow. Wow. Oké. Okay, ik vond dat hij van ver weg kon slaan. Dat vond ik. Oké, die kan inderdaad van heel ver weg slaan. Die is niet legit. Deze man is 100% niet legit. Dat is heel vervelend. Zeker om natuurlijk hier nu weg te kunnen komen. Aangezien hij natuurlijk op mij loopt te campen nu. We hebben daar natuurlijk een trucje voor. En dat trucje is natuurlijk wachten op de groene zin. En dan gaan we gewoon slash hub typen. Want ja, dit gaan we natuurlijk niet doen. We gaan niet... ons laten vastzetten door een hacker hier in de potion shop. Like, yo, what the fuck, man. Dat gaan we dus echt even lekker niet doen. We doen gewoon even hoppatee, we joinen opnieuw. Beter spannen we goed. En we spannen redelijk op zich. Ik bedoel, het kon slechter. Laat ik zo zeggen, het kon heel veel slechter. Hoi. Boom, boom, boom. Oh, 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 kom hier. Oh, nee, kom hier. Oh, 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 we krijgen hits in de back. We krijgen hits in de back van jou. Oké. Okay. Moet jou nu snel goed zien te hitten. En dan heb ik namelijk jou ook alweer dood. En kabam. En... Nou zeg. Ga eens dood, joh. Hoppatee. Die hebben ook alweer dood. Het brood vliegt hier gewoon naartoe. Het vliegt echt alle kanten op het brood. Maar maakt helemaal niet uit. We willen even nog. Dat is het belangrijkste. Wederom lekkere coins. We zien er alweer mensen. Heel ver weg. We pakken dit erbij. Als ze door... Oh, nee, diamond. Oh, gotta go, gotta go. Bye, 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 bye. Wop. Komt die achter me aan? Yup, die komt zeker achter me aan. Oké, snel, snel, snel. Ik mag geen fout maken nu. Ik mag geen fout maken nu. En hop. Bam, en nil dit. Oké, daar staat in ieder geval de man met diamond. Die staat daar. Kan ik hem van de 4 hitten? Nee. Nou ja, goed, maakt het helemaal niet uit. Ik moet zeggen, ik heb op tijd opgelet om zo maar te zeggen. Want het kon nog wel eens heel erg moeilijk geworden. Iemand heeft een killstreak van 15. Dan heeft hij dus nu 15 keer zijn target gekilled, I guess. Krijg je dan een 15 killstreak als je 15 keer target... Ik denk het haast wel. Maar ik durf het ook niet met zekerheid te zeggen, want ik weet het natuurlijk ook helemaal niet. Ah, hier hebben we jou. Jij bent het hele team met die kerel met Diamond Gear. Aha.
Hoppatee, nou ben je lekker eens een keertje dood. Lekker voor je. Oh, vind ik dat fijn dat ik die heb weten te killen, zeg. Jongen, jongen, jongen. Die zag je natuurlijk de hele tijd al met de man met de diamond gear in de buurt. Dus ja, vind ik fijn als je iemand weet neer te halen. Ik weet, er liggen iron boots op de grond, alleen... Ik wil het risico niet nemen. We hebben er wel een extra iron sword van gekregen. Nice, dankjewel. Hadden we ook echt nodig, Not. En met name ontiegelijk veel brood en pijlen, noemt dan maar op. Dus we gaan echt even wat brood te dumpen, om zo maar te zeggen. Want dit is echt way too much. Het is echt way too much. We douwen dit ondertussen even netjes weer een beetje hier neer zo. Want dus deze even daar neer, zetten we deze daar neer. Die mag weg. Hop, hop. En zo. Ik denk dat het zo ongeveer wel een beetje netjes is qua inf. We zien daar weer iemand in de verte. Ik moet zeggen, we maken daar best wel wat kills. Hoi. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Waarom wil je weg? Omdat je veel coins op zak hebt natuurlijk. Haha, danken. Danken voor de coins, danken. Ja, dat waren inderdaad wel weer lekkere coins. Oké dan. Daar zien we nu iemand hier. Wat ga jij hier doen? Hier is iemand links. Ah, dan hebben we deze weer. Ah, jij denkt ik haal mijn spullen op en dan ga ik weer snel weg. Ik gun jou de dood nu. Echt waar. En jou ook. Jij hebt mij geks'd. En dat doen we niet. We gaan niet zomaar kei en kaart KS'en. Hoppatee, die is ook dood. Lekker. Oké dan. Ligt hier ontiegelijk veel stuff. Ligt hier zelfs coins. Moet je nagaan. Wauw. Ik ga door al deze spullen heen puur voor die coins. Want de rest boeit me echt helemaal niks dit. Dit boeit me echt voor de rest helemaal niks. Het enige wat ik wel ga doen is zeg maar hier erbij staan. Zodat die persoon die er nu aankomt dit niet kan pakken eigenlijk. Dan zeg ik alles wat ik wil gaan doen. Maar. Oeh, hallo. Hallo. Oké, die is ook alweer dood. Lekker. Oké. Ik hoop echt dat zo meteen in beeld komt staan. 30 seconds voor de items to remove of iets. Want kijk even al deze loot die ik hier heb liggen, mensen. Kijk al deze loot die ik hier heb liggen. Holy freaking shit. Dit is echt niet normaal. En ik probeer het hier gewoon te verdedigen ook nog ook. Don't even ask me why. Ja, denk natuurlijk, haha, dan wacht ik om het hoekje wel. En dan ga ik het dan proberen te jatten. Oh boy, oh boy. Diamond gear. Gotta go. Oeh. Oké, ik laat het met rust. Ik laat de spullen daar met rust. Hoeveel coins hebben we inmiddels alweer? We hebben inmiddels 900. Dat betekent we kunnen gaan voor diamond gear. Let's freaking go. Ik wou die spullen blijven verdedigen. Alleen ik had zoiets van dit valt niet meer te doen. Er kan die man met diamond gear ook er weer bij. Dat is gewoon te gevaarlijk om die nu te proberen tegen te houden. Ik bedoel, diamond gear wil ik er tegen doen. Gelukkig natuurlijk wel de persoon een paar keer kunnen killen die met hem teamt. Een soort van straf om zo maar te zeggen. Maar voor de rest, ja, nee. Het is chaos, het is druk, het is leuk. Het is veel kills hier en daar. Dus dat vind ik sowieso al fijn. En we zijn in een shop. Hoppatee, lekker man. Oké, dan gaan wij nu een diamond body kopen. En we kunnen bijna, maar dan ook echt bijna ook diamond leggings kopen. Daarvoor moeten we alleen nog eventjes iets van 34 coins hebben of zoiets. Dus dat is ook echt al bijna. Alleen daar zijn nu natuurlijk wel momenten om ook alweer op te campen. Wat ik ten eerste even ga doen is ondertussen deze iron body wegflikkeren. Hoppatee, want die heb ik toch niet meer nodig. Die gooi ik er liever in de lava dan dat iemand anders hem kan oppakken. En dan gaan we nou eens even hier snel in mengen. Kijken of we hier misschien een kill kunnen oprapen. Hoi. Ga even dood alsjeblieft. Ik zeg ga even dood. En die is dood, oké. Nou moet jij nog even dood. Kom op. Oké, maar we kregen er geen coins van tot twee keer toe. Ik had gehoopt dat deze mensen op zich coins op zak zouden hebben. Omdat ze natuurlijk al hier en daar een kill hadden gemaakt. Maar dat was totaal niet het geval. Oké, die staat daar goed op te campen. Die let goed op. Zo, ook hallo. Hallo. Oké. Die let inderdaad heel goed op, maar die hit ook heel erg goed. Van afstand, dat ik denk van, nope. Dus wij gaan weer even rennen. Ik weet trouwens niet eens of ik net genoeg coins zou hebben opgepakt voor Diamond Leggings, zo. We kunnen het wel even gaan checken. We durven lekker snel hier een shopje in. Hoppatee, there we go. En hebben wij genoeg? We hebben genoeg. There we go, bam. Oh, you do not have enough coins. Oh nee, ik kom letterlijk 3 coins tekort. Oh, fantastisch. Oh, wat een prachtige faal dit weer, Duffy. Jongen. Hey, ik ga diamond leggings kopen. Oh nee, het kan niet. Waarom niet? Oh wacht, 3 coins tekort. Wow, daar mensen met dik diamond gear. Oké, dat is pretty fucked up dit. Want ik moet nu de shopje uit om coins te gaan fixen. Oh man. Me no likey this one. We zien hier wel mensen in ieder geval. Oh wacht, ik kan deze wel even. Oh, krijg ik ook echt maar 1 coin. Kom op. Krijgen we daar coins van? Ik denk het haast niet. Oh boy. Jij hebt sowieso coins op zak, Piggy Gamer. Oh. Piggy Gamer, kom. Kom hier. Hoppatee. There we go. Zie, die had coins op zak. Goed, wij gaan nu snel naar de armor shop toe natuurlijk. Om ons laatste stukje diamond gear te kunnen kopen. Wat we natuurlijk vandaag kunnen kopen. Wat super chill is. Dat betekent dat we vandaag weer een succesvolle dag. Wat dat betreft alweer op hebben zitten. Veel kills, gear upgrade en fun. Erg belangrijk.
Dus we gaan nu even snel een stukje Diamond Gear erbij kopen. En, oh wacht, laten we wel voor zorgen dat we een plekje in onze inf hebben voordat dadelijk de hoeve werd glitched. Bam, there we go. Hoppatee, en dat is weer een stukje gear upgrade, mensen. Inmiddels zijn we deze week, hoewel dit is natuurlijk wel week 2, maar ik noem het nog steeds dezelfde week. Want, hey, ik ben voor de rest niet meer dood gegaan na die 1 en 2 keer. We hebben inmiddels veel kills. We hebben ons eigen stukje Diamond gekregen. We hebben dit inmiddels... We gaan morgen lekker verder. Voor nu mensen, bedank ik jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Divi Meer, mijn tweede kanaal. En mensen, tot morgen.